Oké, jongens, even een iets ander introotje dan normaal. Normaal doen jullie mijn intro's. Wil je nou mijn intro doen? Kijk even de link in de beschrijving. Maar voor deze video dacht ik even dat dit leuker was om een introotje van te maken. Helaas, we hadden verloren. Verloren, jongens. We weten weer wat het is. 135-0. Toen kwam Messi een pro. Jullie hebben het net gezien. Ik schoot op de paal. De counter scoort hij. Ik maak het nog 1-1 gelukkig. En dan komt hij. Ja, een beetje door een iets wat gelukkige goal. Ik wilde de bal volledig naar voren schieten met mijn keeper. Maar hij kwam helaas op 30 meter van het goal af in zijn voeten. Waardoor het 4-4 situatie werd of zo. Dus het was heel jammer hoe ik hem tegen kreeg. Maar ik denk dat ik die ook wel verdiende te winnen. Het kon beide kanten opvallen. Maar ik denk dat het logischer was geweest als ik hem had gewonnen dan dat hij hem had gewonnen. Maakt niet uit. We hadden 3200 kijkers ongeveer op dat moment. En de laatste 10 potten, we gingen 19-1. Dus hadden we 500 kijkers. Dus dat was wel jammer om te zien. Maakt ook niet uit. Waren jullie er nou bij? Wel heel erg bedankt. Dat is hartstikke vet. Jongens, we zitten wel op de 49.8k subs. Dus kijk je deze video nou, vind je FIFA leuk en je bent nog niet geabonneerd, doe dat dan zeker weten even. Het is voornamelijk FIFA op dit kanaal, dus dan weet je dat. Eigenlijk alleen maar FIFA. Veel e-sports related FIFA ook, gewoon hoogniveau FIFA. Dus vind je dat nou leuk, abonneer even. We zitten bijna op de 50k subs. Is wel echt wel een mijlpaaltje wat heel ziek is om te bereiken. Dus voordat ik het heb gehaald, alvast heel erg bedankt. Ging op dit moment 21 om 1 met 13 rage quits. Ja, het is heel jammer dat ik heb verloren. Kon er op zich niet heel veel aan doen, denk ik. Ik speelde gewoon goed, zoals ik zei. En je hebt natuurlijk na die glitch in FIFA, dat je team na 5 minuten gewoon naar voren rent. Als je tegenstander de bal langer dan heeft dan 5 minuten. En dat gebeurde er, daardoor scoorde die. En zo is het nou eenmaal. Ik speelde wel goed dit weekend. Laatste 10 potjes alleen wat minder. Maar je bent natuurlijk veel minder gemotiveerd na een lose. We gaan op dit moment wel 149-1. Wat natuurlijk alsnog wel hartstikke ziek is. Dat betekent 4 keer 30 en 1 keer 29. Gaan we tegen best wel goede tegenstanders. Deze trouwens, waar we hier tegenkomen, was de meest trieste tegenstander die ik in al die 150 potjes heb gespeeld. Het is een Nederlander. Maar... letterlijk, elke bal die hij afpakte, et cetera, ging terug naar zijn verdediger. Gewoon, en dan ging hij de hele tijd 10 minuten achterin rondspelen. Hij wilde niet winnen. Pas toen ik begon, toen ik scoorde. Ja, nou, zoals je hier kan zien, scoorde hij ook een beetje een rare goal. Daarna vanaf kick-off met een best wel goede aanval. Hier op Salah. Ik dacht, ja, ik probeer het nog. En het lukte ook nog. Hier, het is een hele mooie uitgespeelde goal. 87 minuten score ik. En ik shush hem ook, want ik was er echt. Ik was een beetje getriggerd. Normaal shush ik niet mensen zomaar. Maar als ik iemand shush, is het wel met een reden, zeg maar. Maar natuurlijk, kick-off blijft kick-off. En ik had hem hier af kunnen pakken. Doe ik niet. 2-2. En ik dacht, ja, het is eigenlijk wel een beetje karma omdat ik hem geshushed heb. Maar ik dacht, dat moet ik maar niet meer doen. Als ik straks score in de verlenging... en dat doe ik hier. Ik stop de bal. En ik paas naar Salah. Mootje maakt hem af. 3-2. Uiteindelijk win ik gelukkig 3-2. En ik had best wel een lastige matchmaking. Ik moest tegen iemand die 15-0 ging. 18-0. 22-0. Die ene pro waarvan ik verloor ging 21-2. Dus er waren genoeg goede tegenstanders. 23-1. Hier weer tegen Butrak, Wenyo Prime, Fiera. Noem maar op. Het zijn echt best wel goede teams waar ik de hele tijd tegenkwam. Dus het was gewoon heel lastig. Hier een corner tactiekie. En ik maak hem af met een hakje. Dat is best wel lekker. Dus daar was ik wel blij mee. Uiteindelijk winnen we deze ook maar met 1-0. Dat was de enige goal. Waren we wel veel beter. 7 schoten tegen 0. 24-1. En we bleven gaan. We kwamen tegen goede teams. Deze dan wat minder, vind ik. Een beetje een raar gebouwd team. Waar Iniesta... rijkaart. Ik bedoel, niet heel veel mensen gebruiken die kaartjes in dit spel. En uiteindelijk bleek het ook best wel een makkelijk potje te zijn, gelukkig. En we kwamen hier in door deze aanval. Zoals je hier kan zien. Ronaldo Lima met de dribbel. En hij blijft maar gaan, jongens. En hij maakt hem af in de korte hoek. Genoeg getimed. Ik probeer de laatste tijd weer een beetje te timen. Ik heb toch het gevoel, als je een korte hoek wil schieten en je timed hem groen, dat je wel meer kans hebt
om een goal te scoren dan als je hem niet timed. Wel logisch eigenlijk. Maar ik had ook een paar keer dat ik hem gewoon groen timede. En dat hij gewoon naar de cornervlag vloog, zeg maar. Dat vond ik heel raar. Ik bedoel, ik time hem groen. Hoezo vliegt hij dan weg? Maakt ook niet uit. Deze tegenstander was wederom geracequit. 25-1 met nog 4 potjes te gaan. Tegen een best goed team hier. Met Shen, Prime, Crespo Baby, Sissoko, Fumis, Neymar, Roberto Carlos. Uiteindelijk bleek dit ook best wel een heel makkelijk potje te zijn. Hier, volgens mij was dit een. Het is een hele mooie uitgespeelde goal. Hier tiki-taka en Neymar maakt hem af in de verre hoek. Doet hij goed. Team staat nog steeds zoals het stond. Ik heb nu wel trouwens Ferdinand gekocht. Dat heb ik gedaan op de zondagavond. Dus dan weten jullie dat. Ik heb Ferdinand gekocht. Voor de qualifier. Aankomend weekend speel ik weer kwalificatietoernooi. Voor een toernooi in Boekarest. Dus het is lastig. Wordt heel lastig. Wordt een bloedbad zelfs. Maar ik ga wel mijn best doen. Ik ga gewoon proberen te kwalificeren. Ik hou jullie op de hoogte op Instagram. Dus volg me daar zeker op als je dat nog niet gedaan hebt. Voor de rest dit weekend was redelijk rustig. Niet heel veel gedaan. FIFA gespeeld. Ja, eigenlijk alleen Weekend League. Hier een heerlijke actie met Neymar. En hij scoort 4. Oh, ik bedoel, hij scoort helemaal niet. Ik krijg een penalty hierdoor natuurlijk. En die penalty, die maak ik wel gewoon lekker af in de hoek. Groen getimed met Ronaldo Lima. De Brazilianen, die fixen het toch wel in mijn team. Neymar staat op 10 en Ronaldo Lima in de spits. En ze zijn toch allebei wel echt fenomenen. Het zijn echt hele goede spelers. Hier weer een hele goede goal van Neymar. 5-0. Uiteindelijk winnen we deze pot met 6-0. Maar ik heb niet alle goals erop staan. Heb ik expres gedaan. Want dan duurt de video gewoon te lang. 26-1. En dan komen we tegen deze gast. Hij heeft Cruyff, Essien, Ferdinand, Blanc, Hazard 95. Een heel goed team zoals je kan zien. Hij ging 22-0. 22-0. En zo speelde hij ook. Deze kans, nou dit zie ik gewoon als een 1000% kans. Dit is alleen inkoppen en het is een goal. Maar dat gebeurde niet. Uiteindelijk, hele saaie pot. Hij zat alleen maar te verdedigen, werd het 0-0. Dus, penalties. En ja, laat ik nou met een cirkel best prima zijn in panels. Ik had het al verklapt. Ik had 29. Dus we winnen deze pot op penalties. Hier hou ik hem tegen, zoals je kan zien. Daarna score ik weer. Weer groen getimed. Ik time eigenlijk alles groen met cirkel. Maar zodra ik geen cirkel heb, dan durf ik hem niet te timen. Ik weet niet of jullie hetzelfde hebben, maar in kwalificatie, et cetera, als je penalty speelt, heb je geen cirkel. De derde van hem hield ik ook tegen. Dus als we deze scoorden, hoefden we daarna nog maar één keer te scoren. En dan hadden we gewonnen. In ieder geval, hier duiken we weer naar de goede hoek. Helaas scoort hij binnenkant paal. En als ze deze scoorde, hadden we gewonnen. We hadden 3 keer naar rechts, dus hij dook weer naar rechts. Ik deed een Panenka. En het was afgelopen. Gewonnen 0-0. Op panels gewonnen. Ja, hij had 0 schoten. Het was gewoon een beetje raar. Hij zat alleen maar te verdedigen. Snap ik op zich als je 22-0 gaat. 2 potjes te gaan. Timo Werner hier. Ik vind het heel, heel irritant om tegen die Timo Werner te spelen. Omdat ik die gewoon enorm goed vind. En gewoon tegen dat soort kaartjes. Ook die 90 Mertens is ook weer zo'n kaartje waar ik niet graag tegen speel. Hier een ingestudeerde vrije trap. Zoals je hier kan zien. We wachten even. We selecteren iemand. We maken een loopactie. En we maken hem perfect af. Heerlijke vrije trap. Ik hou van variantjes. Ik heb ook een corner variant bedacht samen met mijn coach. Die ik dit weekend heb toegepast. Als jullie mijn streams hebben gezien. Zullen jullie vast een paar keer voorbij zien hebben komen. Een paar goals meegemaakt. Dit was de eerste keer wel dat ik deze vrije trap scoorde. Hier scoort Blanc. Want ja, Blanc. De goal getter in dit spel natuurlijk. Blankie. Beetje raar. Hier wel echt een heerlijke goal. Deze was wel te laat getimed. Dani is geabonneerd. Kan je zien in je scherm. Dankjewel Dani. Leuk dat je bent geabonneerd. 28-1. Stond op dit moment 58ste van de wereld. Dan zou je denken, mijn skill rating is goed. Was het ook. Hier komen we tegen een pro. Een Nederlandse pro. Martin KR14. Misschien zullen jullie hem kennen. De mensen die op Twitter zitten zullen hem kennen. Hij heeft een goed team. Maar in de derde minuut komen we met een heerlijk uitgespeelde kans op een 1-0 voorsprong. En hij zette druk. Hij ging 18-0. Dus best knap dat hij met veel druk zette 18-0 ging. Maar het was voor mij best makkelijk om onder zijn druk uit te spelen. Hier komen we in de negende minuut ook op 2-0 voorsprong. En je weet het in dit spel. Als je 2-0 voor staat, dan ga je het eigenlijk
niet meer weggeven. Dat is heel lastig in ieder geval. Hier, composure met Ronaldo. We doen nog een croquetta en maken hem even in de korte hoek. 3-0. Martin had er geen zin meer in. Hij ging rage quitten. Zoals je hier kunt zien. En uiteindelijk stonden we 23ste van de wereld. En je gaat het niet geloven. Ik ben 101ste geëindigd van de wereld. Ik heb de top 100 gemist op 1 skill rating. Dus helaas, Elite Rewards donderdag. Het is echt... Oh, die rewards schelen zoveel, dus het is heel jammer. In ieder geval wil ik jullie hartstikke bedanken voor het kijken naar deze video. Zoals ik al zei, bijna 50k. Dus als je abonneert, zou ik het heel erg waarderen. Like even als je deze video leuk vond. En dan hoop ik dat ik jou weer de volgende video terugzie. Later.